enkel je trainingen zijn belangrijk, maar je mag ook zeker de rust niet uit het oog verliezen. Zowel de rust tussen twee trainingen als je nachtrust zijn heel belangrijk. Vergeet niet dat een uitgerust lichaam beter presteert. Zorg dat je voldoende rust hebt voor de training, ook tijdens de training. Dat je voldoende recupereert en voelt van oké, het is nu het is over, rustig gaan lopen, maar ook na je training. Goed rusten, maar dat gaan we nu niet doen, hè. Dat doen we straks. Rust is een belangrijke trainingsfactor, want je lichaam moet kunnen recupereren. Dit is nodig omdat je na een inspanning vermoeid bent en je spieren hebben afgezien. Je hebt namelijk melkzuur in het bloed en je hebt een lagere glycogeenspiegel. Voldoende rust inderdaad, zeker geen twee dagen na elkaar intensief gaan lopen. Dus zeker een dag rust ertussen nemen. Ik ga zeker niet al te veel lopen tijdens de week. Ik ga liever één keer fatsoenlijk lopen dan iets te veel en iets te frequent. Maar ik denk dat dat voor iedereen verschillend is. Voldoende rust is een goede manier om trainingssessies aan elkaar te schakelen. Je gaat er beter door presteren, je bent beschermd tegen infecties en blessures en je blijft gemotiveerd. Een dagje ontspannen door relaxatieyoga of een bezoekje aan de sauna kan zeker ook deugd doen. Wel, als ik van het werk kom, dan zie ik er toch wel altijd even naar uit om te rusten. Daarna ja, ga ik wel terug fitnessen, dus dan is het wel even terug alles geven en daarna wel echt ja, even tv kijken en zo om te zien dat ik toch wel even kan ontspannen. Ik probeer een beetje uit te fietsen, hier in de stad ook wel. Gewoon veel met de fiets doen, veel ook wandelen. Zelfs uitwandelen helpt ook heel veel. Maar gewoon blijven bewegen en zeker niet direct platte rust, voeten omhoog, want dan krijg je meer krampen dan dat je in beweging blijft.